Test aan de band. Ja, dat giet mooi, hè? Daar zijn we dan weer naar een kort moment van stilte. Er staat weer wat prik op de stick. En het spuit weer uit de boksen, hè? Ik zal eerst even eentje uit de vitrine pakken hier, hè? Het is dorstig weer, hè? Stelletje Nathalsen. Titom. Goed, een zeer bijzonder goeiemorgen, luisteraars en amateurs in de landen. Zo staat u weer rechtstreeks in de verbinding met het signaal van de zender Obama. U weet wel, het origineel, live en clandestien uit de platenbarak en achter het mengpaneel. En dat allemaal in stereo en een klein regeltje RDS voor de tekstbeleving. Wij hopen dat er vandaag weer voor iedereen wat tussen zit. Voor jong en oud, voor ziek en bejaard, voor alles wat maar leeft en beeft. Luisteraars, we zijn weer terug, retour aan de 3 meter, met een paar kilowatt op de meter. Ah, ze hebben de rommel hier opgehaald, hè, een paar weken geleden, van de radiocontroledienst. Maar ze komen er niet meer in, hè. Ik heb nu een bord op de deur, wegens rijkdom gesloten. PS, snoep verstandig, lik mijn reet. Dat zodoende. De plaatjes vandaag even in de ronde voor iedereen die me luistert. Ook even speciaal even voor de lady. Ze is weer onderweg, luisteraars. Traditiegetrouw met de viervoeter onderweg naar de supermarkt voor een paar bakjes met groene knuffels. Nee, we hebben geen probleem, maar we gaan wel een paar nemen. De plaatjes ook even speciaal voor John het platenkanon en Benny Telstar. Kerels, ook even die kant op aan. Oh, 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 ik heb wat beleefd. Ben met de heren op vakantie geweest, hè, naar Frankrijk. Oh, iedere dag een beetje dippie-dippie in het zwembad. En lekker tanken totdat de zon opkomt. Heerlijk. Maar het is weer gebeurd, hè. Het is weer uit met de pret. Van 6 weken zo lam als een deur, naar iedere dag weer in de sleur. Met een bakgezeur. Titom. Nee, zei buurman John, het platenkanon, dat hebben we nu gehad, hè. Na 5 dagen bij Moek op de bank gaan we nu weer 2 dagen flink aan de drank. Titom! Ho, ho, ho. John kan er ook mooi bij komen, hè. Maar goed, luisteraars, we gaan weer op naar het weekend. We hebben een mooi weekend voor de boeg, want Benny Telstar is morgen jarig. Dus we hebben een groot feest bij Lamme Leo en Marietje Gros in Café de Knallende Knuppel, hè. Oh, ik heb een pakketje speciaal bier gehaald, hè, voor Benny. Lust hij wel? Ik heb een mooi tekstje bijgeschreven. Rozen zijn rood, de lucht is blauw en de geur van groene knuffels doet me denken aan jou. Ah, vind Benny mooi, hè? Hij zegt altijd zelf, ik ben beter op schik met een groene knuffel in de mik. Oh, wat een mooi feestje, hoor. Lekker doortanken tot in de late uurtjes met dat stel zadelruikers. Want het staat bij Café de Knallende Knuffel boven de deur. Wie de laatste druppel niet eert, is de knuffel niet weerd. Dus we gaan even een paar nemen, hè. En dat ga ik hier ook even doen in de platenbrak, hè. Even een paar dub-to-dub. Wat een sound. Goed, luisteraars, we gaan hier weer door met het platenprogramma bij de zender Obama. Want voor je het weet is de lady ook retour in de studio en komt ze langs met de bruine fruitschaal, hè. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Krijg er al natte ogen van, akker aan denk. Goed, luisteraars en amateurs in de landen, hier komen ze weer aan. In zeer bijzonder kalm tempo. Helemaal magistraal, 8 maal verticaal. De zender Obama en de plaat die u verstaat. Luisteraars, prettig weekend en bis nächste Mal. Er was dus een eterpiraat, Trekker Johnny. En praten voor de radioman, dat kon niet.